1666, het jaar dat Isaac Newton een zomermiddag doorbracht in de boomgaard van zijn moeder. Een appel viel op zijn hoofd en de rest is geschiedenis. 1884, het jaar dat een jonge jongen van 5 jaar oud, genaamd Albert Einstein, gefascineerd werd door de kompas van zijn vader. En door de geheime krachten die de naald naar het noorden deed wijzen. De zomer, Sarajevo, 28 juni 1914. De Oostenrijkse kroonprins, Frans Ferdinand, 50 jaar oud, en zijn vrouw, Sophie, werden deze middag om het leven gebracht. En de rest is geschiedenis. 1961, John F. Kennedy heeft net zijn speech gehouden, Secret Society. Een speech die de wereld zou veranderen. En de rest is geschiedenis. Ik kan zo nog een hele lijst opstellen van opmerkelijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid. Wij kijken daar naar om, wij leren ervan en dromen ervan om zulke soort geschiedenissen te herhalen. Ook te doen, herleven. Dat kunnen wij. Maar niet door achter te blijven in het verleden, maar door te denken aan het heden en aan de toekomst. Laten wij daarom ons verleden achter ons laten en denken wat wij kunnen doen om nu de wereld beter te maken. Want nu is er oorlog en misschien over 500 jaar nog. Dat moet veranderen. Er moet verandering komen. En laat 2014 het jaar zijn waarbij we die verandering beginnen. Laten we ons verleden achter ons laten. Laten we denken aan onze toekomst. Want daar gaat het om. Onze kinderen. De volgende generatie. Om een zo goed mogelijke wereld achter te laten voor de kinderen en de kleinkinderen van ons. En laten we daar in 2014 mee beginnen. Laat dit het jaar zijn van verandering, het heden en de toekomst. Zodat over honderden jaren, generaties later, men kan terugkijken op zo'n dag als nu. En dat zij kunnen zeggen, 2014. En de rest is geschiedenis.